En wat moet een recyclebeurs natuurlijk absoluut hebben? De meest innovatieve elektrische plug-and-play recyclemachine op de markt. En die komt van Pon uit Almere. Wauw, wat een waanzinnige machine. Wat is het precies? Het is een sterrenzeefmachine en die machine die doet drie fracties in dit geval scheiden. In dit geval produceert hij biomassa, hout wat geschikt is voor brandstofopwekking, duurzame energie. Plug and play, elektriciteit, klaar. Ja, u schetst het inderdaad goed. De machine is volledig elektrisch aangedreven. We kunnen de stekker in de stopcontact doen en de machine kan functioneren. Ja, duurzaamheid op en top. Is dat duurzaamheid belangrijk voor Pon? Ja, Pon staat duurzaamheid belangrijk of hoog in het vaandel, moet ik eigenlijk zeggen. Een van de voorbeelden is dat naar medewerkers wordt uitgedragen om daar bewust mee bezig te zijn. Deze machine die kan dan direct op het net, maar ook auto's waar we in rijden, dat die elektrisch worden aangedreven. Nou ja, dat is ook een voorbeeld ervan. En als paraplu, alles duurzaam? Alles duurzaam, inderdaad. Daar proberen we zoveel mogelijk naartoe te werken. Hybride machines zijn er ook een voorbeeld van, die deels op elektriciteit, deels op diesel of deels op andere brandstof functioneren. En natuurlijk met deze paradepaardje. Ja, inderdaad. Deze Comtech, prachtige sterrenzeefmachine, inderdaad. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel.